voor opzorgen. Eet smakelijk, tot zo! Kan je iets zeggen over deze barbecue? Wat is de doel? Deze barbecue is echt top. Goed geregeld, lekker eten, lekker drinken. Samenhorigheid, iedereen bij elkaar. Oké, maar dan heb ik een vraag aan je. Stel dat jij je bezoekers hier treft. Ja. Ga jij de issues met hun bespreken of zeg je van nee, dat is dit moment niet? Ik heb geen issues. Jij hebt geen issues? Ik heb geen issues. Nou, mooi. En er zijn niet zo heel veel bezorgers van mij, want het is in Haarlem. Is in Haarlem, dus jij bent eigenlijk de coördinator van Vel. Top, dankjewel. Zie je ook speelkussen voor de groep kleine kinderen? Ja, helemaal leuk. Kijk, die hebben het ook hartstikke leuk. Er is ook over nagedacht. Oh, dat is mooi. Voor iedereen wat wils. Okay. Ik zou er zelf ook graag op willen, maar dan gaat die plat. Ik heb net een vraag gehad van een jongetje. Wanneer krijgen wij de volgende barbecue? Weet je, goed teken, goed teken. Ja, dankjewel. Top. Kun jij iets zeggen, Michel, over deze gelegenheid? Een hele fijne collega. Hele fijne collega. Top. Ik zie ook speelkussen voor de kleine kinderen. Dus er is ook voor eigenlijk... Jou. Voor mij. Ja. Short, alles goed? Is dat al goed vrij? Facebook. Mag niet. Niet zomaar een beetje. Is het leeg? Nog leeg. Kom daar, Hey, ben je als een van de organisatoren van deze barbecue? Kan je iets vertellen over de doelstelling? Wat is de doelstelling van... De doelstelling is dat we het vandaag heel gezellig gaan hebben en mooie prijzen mogen verloten. Ja, ik heb net coördinators van de week gesproken. Ja. Ik zeg van als jij nou de bezorgers van die week krijgt, ga je over issues hebben of zeg je van dit is het? Nee, het is vandaag time for fun and work comes later. Ja, hoeveel mensen zijn tot nu toe gekomen? Even kijken, ik denk bijna 200. 200? Bijna. Oké, en het is nu al 5 uur zo'n beetje? Het is nu half 5. Half 5. En het gaat door tot 7 uur. Ik denk niet dat er heel veel nog komen hierna. Ja. Maar we hebben genoeg eten. Dus, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de heer Jan Piet nog nooit blij gezien net als vandaag. Jan Piet, heb jij wat... Ik ben altijd blij. Jij bent altijd blij. Hey, goed zo. Dit is mijn man, maar hij is niet. Hij is ook wel eens... Oh ja? Ja, ook nou. Wel eens. En dat weet jij toch wel. Ik weet het niet hoor. Nou, topper. Bedankt voor hij je... Hij is altijd blij hoor. Graag gedaan hè.
你在去哪里去了吗？过来 say hi。 En nu is hij vol, hè? Ja, nu is hij. Nou, dames en heren, dat was mijn rondje. Een barbecue door Sands Dimmer georganiseerd. Tot nu toe dat had Beza net doorgegeven, zoiets van 150 mensen. De bedoeling is dat collega's bij elkaar komen voor gezelligheid. Samen vieren wij eigenlijk de, nou ja, de resultaten van de afgelopen periode. Maar het is altijd leuk om met elkaar te komen over dingen die je niet alleen maar altijd over werk aan gaan te bepraten. Maar het is goed kans geweest, zeg maar, om Sand hier eraan te denken. Wij willen de organisatoren Ernst, Michel en ook Beza hartelijk bedanken voor hun inzet. Ik ga natuurlijk